Steven Vilmore! Eindelijk weer thuis, wat een zware weekdag is het weer weg. Nou, eens even kijken of het al begonnen is. Ga eens werken! Nou, gewoon een hondje op het scherm. Gewoon even schommelen omdat ik op school ook altijd al zo zat te wippen. Trrr. Oh, dat is de Bimbo! Is het al begonnen? Nee, ja, waar zit je? Ja, hier, hou me er al. Of ben je blind of zo? Ja, ze dat toch niet? Hallo, hallo. Wie, wie, is, nou, wie is nou die blonde man daar? Z'n broer. Wie, wie is zijn broer? Ik snap er niks van. Ja. Oh. Ah, hoe kom jij met je kop onder een boekenkast? Oh, ik weet ook niet wat je allemaal aan het doen bent hoor. Hoor, oh, behalve hier wonen. Hoe oh, kom je ook zo vast te zitten met je eigen kop? Oh, oh, oh. oh. Ja, straks is het afgelopen. Oh ja, kijk. Hé, wat is dit nou ineens? Ja, wat zit je nou de hele tijd heen en weer te schommelen, stommet. Straks kukkel je weer over Zo terug. Oh. Ja, gaan we er als echte schommelstoel maken. Zo. En dat je even door me te zagen. Ja. Out oh, of nowhere zeker. Au! Auw. Au. Nou, dat is eigenlijk tenminste groot genoeg voor is. Nou, zo'n gereedschapssetje. Want dan moeten we het allemaal bij elkaar. klooien. Au! <laughs> en dan zo. Oh, heb ik het koel geslagen? Ja, maar dan moet je boren. Dat gaat ook veel makkelijker. En een schroef je erbij. Trip. En ik. Ah. Nou, maar aan de slag dan. Ja, en we doen maar. Auw. Even. En dan zo. Oh. Je kan ook echt niet voorzichtig klussen, hè? Ja, kan ik daar wel op gaan zitten? Ja, tuurlijk, het is veilig. Zo, oh. zo. Oh. Oh, oh. Ja, je hebt het weer gesloopt. Ah, je bent echt de onvoorzichtigste man van de wereld. Want, ja, ik weet het. Het jij komt daarna dit er ook afzagen. En deze spijkers eruit. Even boren. En de schroefjes. Eind, zwaai, draai. En zet ik hier nog een stukje aan. Zo dan. Ja, dat kan je ook niet meer achterover De onderen. Nou, heel redelijk, maar dat die uit zichzelf schommelt is een beetje raar. Ja. ja. Ja, het voelt ook alsof het zo in elkaar stort. Oh! Uh. Uh, hoe vaak kun je wel niet knock-out vallen? Oh, en die stoel van alle kanten gebroken. Snel. Uh. Ja, plaat je klauw dan dan ook niet tussen, man. Ja, dan zou het nu helemaal veilig moeten zijn. Ja, nou. Nou, dan maar even kijken. Want het is wel een heel klein stoeltje zo. En beginnen maar. Ja, ook wel heel redelijk hoor. Ja, schommel, schommel. Nou, ik vind dat goed gaan hoor. Kijk, bedien ik de stoel. Nee, dat doe je niet, want het is nou opgehouden. Nou. En wat nu dan? Ja, afgelopen. Ja, nee, dan moet je iets anders op bedenken. Ja, met een fles gaat het makkelijker dan met een hamer. En een touw. Ja, aan je touw hoor aan je touw. Nou. De oh, oude documentaire over de Noordpool. Ja, die ijsbeer. Ijsbeer? Ja, dat is toch een ijsbeer wat er loopt? Of is dat een husky? Nee, dat is een malamute zo te zien. Oh nee, dat is een ijsbeer. Ja. Kijk hey, daar. Ja. Oh. Kijk dan. Dat kan toch niet? Wat? Hij doet het niet. Ja, daar zitten toch geen pingwins op de Noordpool? Of ga je nee naar de Zuidpool? Hè? Huh? Oh, helemaal naar buiten. Oh, echt ongelooflijk. Oh, weer dat halve huis gesloopt, man. Echt ongelooflijk, dit allemaal. Waar ben je nou, he? Oh, ben je weer vermoord. Nou, ga ik je reïncarneren met zuurstof. Zo, opgestaan uit het graf. Ja, ik geloof dat ik wel daar weer ben. Nou, heb je daarmee je eigen schommelstoel? Ja, altijd weer iets te bedenken voor iets anders, hè? Ja... Dogo João é